Vrijdag zei Tony Gram dat Antwerp hem 1 tot 2 miljoen euro moet betalen. Antwerp bleef tot vandaag in het ongewisse, maar heeft nu wel eindelijk het arrest kunnen inkijken. Het correcte bedrag wil en kan Antwerp nog niet bekendmaken. Maar alleszins op basis van de veronderstellingen en de vermoedens en de eerste indrukken die ik heb van het arrest, hoofdsom en interesten, is het bij lange na niet wat de heer Gram in de pers heeft geciteerd vorige week. En zijn jullie nu opgelucht? Ik ben als jurist met het arrest te lezen niet miscontent. Ik denk, en dat zal in de loop van de komende dagen ook blijken, dat op het juridisch niveau, toch wat de club betreft, een lichte overwinning is geboekt. Natuurlijk, er is een betaling te gebeuren, maar dat wist men. Hieruit kan je afleiden dat het bedrag lager is dan de 1 miljoen die Gram aanhaalde. Maar omdat er nog wel degelijk een grote som zal betaald moeten worden, zal dat bedrag niet veel lager zijn dan die 1 miljoen euro. Gram zei, dit wordt het einde van de club. Hoe reageert de club nu? Dat moet u aan de club zelf vragen. Juridisch lijkt mij daar geen argumentatie voor te handen te zijn. De club zal nu bestuderen of het al dan niet in hoger beroep zal gaan.